Stroomnetbeheerder Stedin in Rotterdam ziet steeds vaker dat er geknoeid wordt met elektriciteitsmeters om de rekening laag te houden. Een truc die we al langer kennen van henneptelers, maar Stedin ziet het ook steeds vaker bij particulieren en in de horeca. Er was in 2012 een toename van 10% vergeleken met 2011. Pure diefstal, noemt Stedin het, als het zegel van de elektriciteitsmeter wordt verbroken, waarna er met het apparaat geknoeid kan worden en er minder of niet voor gebruikte stroom wordt betaald. Misschien een gevolg van de crisis, maar de diefstal kost zo'n 180 miljoen euro per jaar. Dat was het vroeger vooral in combinatie met hennepkwekerijen. We zien toch wel een toename het afgelopen jaar, in 2012, van 10% gevallen waarbij geen hennep betrokken is, maar toch energiefraude. Op wat voor manier wordt dat gedaan? Nou, er wordt gerommeld letterlijk met meters. Het eikzegel wordt verbroken om op die manier voordeel te kunnen halen, financieel voordeel. Wat wij vooral heel vervelend vinden is het gevaar daarvan. Het is heel onveilig voor omwonenden, bijvoorbeeld als je daarnaast woont of voor een bedrijf als je daarnaast zit. Het is brandgevaarlijk als je rotzooit met meters. Veel wordt er uit de kast gehaald om de elektriciteitsdiefstal tegen te gaan. We zijn daar met 40 mensen fulltime mee bezig, besteding. Dat is een enorm aantal mensen, daar gaan we ook mee door. We doen preventieve controles, we werken goed samen. Dat doen we ook steeds intensiever met politie en gemeente. En die controles die zullen we intensiveren om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Maar desalniettemin dus 10% meer meterknoeierij in 2012 dan het jaar daarvoor. En de sport beginnen we met het overlijden van FC Dordrecht trainer Theo Bos. Een bericht dat veel reacties heeft losgemaakt, mag ik aannemen, Sinclair Bisschop? Ja, ondanks dat het overlijden van Bos toch niet echt als een verrassing kwam. Er werd inderdaad wel vandaag geschokt gereageerd bij FC Dordrecht. Bos leed aan alvleesklierkanker, maar tot het laatst was hij toch betrokken bij het reilen en zeilen van alles bij het eerste elftal. En Bos werd slechts 47 jaar oud. Het is gewoon raar om te weten dat je hem nooit meer gaat zien. Zeg maar, na een wedstrijd stond hij er altijd. Hij gaf je mijn hand. En nu kan dat niet meer, helaas. Excelsior heb ik een 10 keer aan de telefoon gehad. Want dan vroeg hij ook, je moet wat de hoogte houden. En als ik dan 10 minuten niet geappt had, dan zat hij al van en, weet je wel, een vraagteken. En dan moest ik hem weer bellen. Dus als we 1-0 scoorden, 1-1 werd. En dan zei ik ook van, dit gebeurt nu, dat gebeurt nu. En dan, uniek persoon, fantastische persoon, grandioos mens. We gaan hem missen. Ja, door de dood van Theo Bos is de wedstrijd tussen Dordrecht en Cambuur van vanavond afgelast. Welkomen Dordt supporters vanavond naar het supporters home om hem daar te gedenken. En straks meer in FC Rijnmond over de dood van Theo Bos. En van Dordrecht naar Feyenoord, Sinclair, want die club speelt zondag om 12:30 de uitwedstrijd tegen NEC. Wat is het laatste nieuws uit de Kuip? Nou, het laatste nieuws is dat er maandag een persconferentie is belegd. En daar zal bekend worden gemaakt dat Opel komend seizoen de nieuwe hoofd- en shirtsponsor zal zijn. En naar verluidt zal Opel, de autofabrikant, een meerjarig contract gaan ondertekenen. Dan als sportieve, want Bruno Martins Indy kan niet meedoen zondag tegen NEC. Hij is nog altijd geblesseerd, viel afgelopen zondag geblesseerd uit in de wedstrijd tegen PSV aan zijn hamstring. En kan dus niet spelen. Nou, Bruno is niet fit. Die zal niet bij de groep zijn zondag. En de vrije kan spelen heeft zonder problemen vandaag getraind. En in Nederland heb je een meer dan volwaardige vervanger, toch? Ja, dus ja, dan zit je ook rustig, omdat Nelom altijd heeft aangetoond. Op het moment dat hij speelde, heeft hij het altijd goed gedaan. En dat is een geruststelling voor een trainer. NEC Feyenoord is zondag om 12:30 uiteraard live te beluisteren via Radio Rijnmond. En datzelfde geldt voor de wedstrijden van vanavond tussen Sparta en de Graafschap en Helmond Sport en Excelsior. Dankjewel, Sinclair Bisschop. Het nieuwe warmtenet tussen Rozenburg en het centrum van Rotterdam krijgt steeds meer vorm. De 26 kilometer lange leiding zorgt ervoor dat de stad gebruik kan gaan maken van restwarmte uit de industrie. Volgend weekend staat de grootste operatie van het project op het programma bij Rotterdam-Katendrecht. En vandaag was er een simpeler klusje langs de Dorpsweg. 177 meter is de buis die vandaag in Rotterdam-Zuid de grond ingaat. De leiding hebben we van tevoren klaargemaakt. Dat zijn allemaal stukjes leiding die we aan elkaar gelast hebben. En vandaag trekken we in één keer onder de Wolfartsbocht door. Het voordeel hiervan is dat de weg niet open hoeft. En dat gebeurt met hijskranen. We hebben de hele grote kranen staan om de leiding met een bocht in het boorgat te kunnen trekken. Ondanks het enorme gewicht is het maar een uurtje werk. Dat komt mede door een speciaal soort modder dat wordt gebruikt. Dat is bentoniet, dat is een goedje waar wij heel zuinig op zijn. We gebruiken dat als een soort glijmiddel om de leiding heel goed door het boorgat te kunnen trekken. Het stuk leiding is het volgende gedeelte van het warmtenetwerk vanuit de Rotterdamse haven naar de Kop van Zuid.
Zo'n 50.000 huishoudens zullen zo van warmte worden voorzien. De klus van vandaag is maar een schijntje in vergelijking met volgende week. Het weekend van 8, 9 en 10 maart trekken we maar liefst 1500 meter leiding. Dus vandaag is het 177, dan 1500 meter. En die gaat helemaal onder Katendrecht door. En dan leggen we de verbinding tussen de Brielse Laan en de Wilhelminapier. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor de nodige problemen voor het verkeer. De Erasmusbrug ligt eruit op zaterdag en een deel van de zondag. Alleen voor het autoverkeer en de tramverkeer. Maar voetgangers en fietsers kunnen er wel overheen. En de rest van het verkeer wordt omgeleid. En voor de liefhebber, maandag en dinsdag zullen twee leidingen van 750 meter lang vanuit Hoek van Holland over de Maas naar de Erasmusbrug worden vervoerd. Voor veel ouderen is boodschappen doen niet zozeer een kwestie van kasten vullen, maar is het een sociale bezigheid. Een moment om een praatje te maken of even onder de mensen te zijn. En op het moment dat ouderen slechter benen raken, kunnen ze dan ook in een sociaal isolement raken. In Albrandswaard is daar iets op bedacht, de boodschappenservice. Mensen die zeg maar minder valide zijn of slechte been of een rolstoel zitten of met een rollatortje lopen, die kunnen zich bij ons aanmelden. En dan kunnen ze elke vrijdagochtend tussen 9 en 12 met een busje opgehaald worden. En dan worden ze gebracht naar de supermarkt en daar kunnen ze hun boodschappen doen. De boodschappenservice is een initiatief van Stichting Dorpsbedrijf Albrandswaard, een groep particulieren die iets willen betekenen voor hun omgeving. Het plan werd enthousiast ontvangen. Het plaatselijke taxibedrijf stelde een busje ter beschikking en de supermarkt ontvangt de ouderen met koffie. Ik vind het een geweldig initiatief. Je ziet ook steeds meer minder dat mensen weg kunnen. Die ouderen, wij brachten al heel veel boodschappen weg en dan breng je ze weg. En nu komen de mensen echt naar de winkel toe. En dus toch, de sociale momenten hebben ze nog. Vroeger hadden we een busverbinding hier in Albrandswaard, die is er uiteraard ook niet meer. Dus ja, daarvoor was ik een van de grote voorstanders toen dit plan ter tafel kwam. Niet alleen de ouderen in Albrandswaard profiteren van de nieuwe service, ook werklozen worden er beter van. Door de ouderen tijdens het winkelen te begeleiden, kunnen ze onbetaald werkervaring opdoen. Jij praat met mensen, jij komt onder de mensen, dus je hebt een beetje, een vaste ritme, want je hebt ook je eigen verantwoording. Dus je kunt ook niet zeggen van nou deze vrijdag ga ik wel, maar de volgende vrijdag kom ik niet. Zo, mooi. Dat is het. Adrie Baai is slecht ter been. Ze meldde zich direct aan voor de service en de eerste keer is haar goed bevallen. Het was fijn, het was gezellig. En sommige dingen kan ik niet bij, maar nou deed mevrouw het voor me, dus dat was wel fijn. Ik ga hier vaker gebruik van maken, zeer zeker, zeer zeker. En er worden nog vrijwilligers gezocht. Dus als u interesse heeft, kijk even naar de link die u kunt vinden naar het dorpsbedrijf op onze site rijnmond.nl. Straks, ze noemen het de mooiste dag van je leven. En de bejaarde Willem Helwig wilde die kans niet voorbij laten gaan. Nou, de taart is altijd na het jaarwoord, dus dat is wel goed gekomen. Straks ziet u de reportage. Het is weer een paar dagen gekte in Ahoy Rotterdam. En stil bij moeder de vrouw thuis. Sportvissers kunnen zich 3 dagen lang vergapen aan nieuwe snufjes tijdens de Visma. Voor de 45ste keer alweer. De jaarlijkse beurs voor sportvissers, dit jaar groter dan ooit. En omdat het de 45ste keer is, een speciale tentoonstelling. Met sportvisspullen door de jaren heen. Van onder andere verzamelaar Bert Schouten. Dit werd dan vaak voor paling gebruikt. Dan kon je de drijvertjes zien wegschokken. En dan kon je zien of je die paling niet nog een draai maakte. Zodat je het mooiste moment he, voor de visser, als je die dat langzaam was, weg ziet gaan. Spannend. Ja, mensen die zeggen vis is niet spannend, die hebben het toch niet goed begrepen. Want het is verschrikkelijk spannend. Dit roept herinneringen op? Ja, ja. Ook dingen waar we zelf mee gevist hebben. Ja. Dus probeer die stop op 11 uur te maken hierboven. Dan heeft de lijn tijd om uit te lopen. Terug naar nu. De tijden van alleen een krukje, een hengeltje en een half brood zijn dus voorbij. Hoewel, het blijft ondanks alle gekte van nu de basis, zegt presentator van het wekelijkse programma Vis TV op RTL 7. Vis kijkt niet naar een hengel, hè? Het is eraan hoe degene de man achter de hengel bepaalt of die vangt. Maar er is wel heel veel veranderd, ja. Een beetje een gekte ook, hè, toch? Ja. Je ziet wat er te koop is. Heel veel, maar het komt er allemaal toch wel weer op dat
op dat hele dat kind zijn, wat we allemaal nog een beetje als sportvisser zijn, toch, ja. Toch die, ja. Een hele grote? Ja. En hoe groot is die, denk je? Ik weet echt niet. Probeer bij die rolworp, net zoals bij die gewone worp, die stand 11 uur, die stop te maken. Vanavond wordt bekend wie de Hengelsportstad 2013 wordt. Dat was de afgelopen jaar Rotterdam. Den Haag, Zwolle en Den Helder zijn genomineerd. Tot zondag duurt de sportvisgekte nog in Ahoy, Rotterdam. En van de sportvisserij naar het echte werk, de beroepsvissers. De vissers in Stellendam noemen het de doodsteek van hun sector. Het besluit van de Europese ministers van Visserij dat bijvangst niet langer overboord gegooid mag worden. De afspraak die deze week bekend werd gemaakt maakt deel uit van een breder akkoord dat overbevissing tegen moet gaan. Home again. De vissers zijn weer thuis. Na een week op zee brengen ze ruim voor zonsopgang hun vangst aan wal. De mannen vissen op platvissen, zoals schol en tong. Platvissen leven op de bodem van de zee. Onmogelijk om deze vissen te vangen zonder bijvangst, zeggen de mannen. Wij gaan met die net over de bodem, net boven de bodem. Maar ja, wat er voorkomt, dat nemen we mee. Het is eigenlijk hetzelfde als je gras gaat maaien en je moet de klavers laten staan. Dat is haast niet, dat is gewoon niet te doen. Dus het is voor ons wordt het een onwerkbare situatie op deze manier. Bij elke kilo vis is er zo'n 1,5 kilo bijvangst. Het teruggooien van de bijvangst is volgens de vissers helemaal geen probleem. Het is toch weer voer voor andere kreefjes of krabben of andere vissen. En wat denk je van de zeemeeuwen? Die leven er ook van. Ik ben ervan overtuigd dat... Als we dit een aantal jaren aan het doen zijn, dat we de bijvangst meenemen, dat de zeevogelstand, waaronder Jan van Gent en alle andere soorten meeuwen, dat die vogelstand minimaal gehalveerd is. De vissers in Stellendam verwachten dat de hele visserij in onze regio zal verdwijnen, als ze zich aan de nieuwe EU-regels moeten houden. De mensen die dit bedacht hebben geen idee van hoe onwerkbare situatie dat ze gecreëerd hebben voor ons. Nu zijn er weken zat dat we het visruim vol hebben met markwaardige vis. Ja, als we dan de bijvangst ook nog mee moeten gaan nemen, ja, ik zou niet weten hoe. Wat is een oplossing? Die beslissing is genomen. Nou, ik ben bang dat die niet meer teruggedraaid wordt. Dat is echt het einde voor Hollandse vissers, zeker voor de bokkenvisserij. Ja. De sector krijgt tot 2019 de tijd om zich aan te passen. De stichting Ketelbinky bestaat 30 jaar, een leeftijd waar een feestje bij hoort. En dat gebeurt met een speciale musical gemaakt door het Hofpleintheater. Ketelbinky, die straatjongen uit Rotterdam. Ruim 80 acteurs spelen de sterren van de hemel. Deep in my heart. Is er maar één, dan ben jij. Jij bent toch alles voor mij. Het is een fantastisch verhaal om zo'n musical te vertellen. En het is een fantastisch Rotterdams verhaal. Ik bedoel, je gaat er zelf Rotterdams van praten als je het woord alleen al hoort, toch? Wat maakt het zo mooi, dit verhaal? Omdat het gaat over een kind die eigenlijk hetzelfde beleeft wat onze stad beleefd heeft. Na de oorlog, het hart eruit. Kapot, Rotterdam, geen binnenstad meer over. En dit gaat over een jongetje wat ook niks meer heeft, wat in een kist woont in de Waalhaven en dat langzaam omhoog komt. En dezelfde tijd hebben de Rotterdammers het voor elkaar gebokst om van onze stad die in de puin lag, om daarvan de tweede havenstad van de wereld te maken. Nou ja, wie een mooier hebben? Ik zou hem niet mooier kunnen verzinnen. En je bent natuurlijk beter laat de eerste keer. Dus als ik beweeg moet je dat gelijktijdig met me meedoen. Ja. En dan was je dus weer te laat, God. Oorspronkelijk is Ketelbinky een smartlap van Anton Beuvink uit 1940. Louis Lemaire herschreef het lied tot een musical. Na enkele maanden voorbereiden worden de laatste finesses geoefend in de generale repetitie voor dit weekend. In het lied is het verhaal van Ketelbinky snel uit, hè? Na een paar coupletten is hij dood. Ja, de sentimentele dichter daarvan was een vriend van mijn vader. En dat was in de 30e jaren en toen was het sentimenteler dan dat. Toen was Rotterdam nog kleiner, zou ik maar zeggen. Nee, dat lied volgen we niet. Ik heb er echt het verhaal van Rotterdam van willen maken. Hoi, Matte. En wie ben je daarvoor mee? Mij. Een meisje. Ja, een meisje.
Er zit heel veel actie in en ja, eigenlijk heel veel verschillende dingen. Het is heel droevig, maar ook dus spanning. En dat is heel leuk om te spelen, want ik mag lekker veel doen. En ja, er gaat wel iemand dood. Mijn een goede vriend van mij gaat dood, helaas. En dat is wel een heel droevig deel van het stuk. Dus ik hoop dat daar wat traantjes weggepikt gaan worden. Denk ik ook wel, eigenlijk. Zo! En wie denk jij wel niet dat je bent? Ik ben de nieuwe meneer. De nieuwe ketelwip. Ja hoor, word ik weer opgescheept met een of andere scharminkel. Als gastacteur speelt Pim van Alten mee. Hij speelt een boze kok met Amsterdams accent en de vriendelijke waard. Hoe is het om tussen al die kinderen op toneel te werken? Enig. Ja, het is echt heel leuk. Het is heel anders, ja. Maar ja, acteurs hebben natuurlijk, brengen natuurlijk een zeker ego met zich mee. En dat is het leuke bij deze jongvolwassenen. Je bent echt met z'n allen ben je een stuk aan het maken. En dat is, sommige van die gasten die gaan er echt 120% voor. Dat is zo ontzettend leuk om te zien. En het wordt ook gedurende de tijd dat we het spelen wordt steeds beter. Want je ziet ze echt. Het zijn een soort sponsors. Ze pikken het op en het wordt steeds leuker. Een bootje drijft op die stroming. En wat bleek? Die jongens die waren helemaal niet in de maas gesprongen. Wel nee, ze dreven er bovenop. Ieder bootje. En de musical Ketelbinkie gaat komend weekend in première. En u kunt hem tot en met 5 mei bezoeken. Uiteraard in het Hofpleintheater in Rotterdam. Willem Helwig, 76 jaar, terminaal. En hij heeft nog 1 wens. Meemaken hoe het is om te trouwen. En zo geschieden. Vandaag gaf en kreeg Willem het ja-woord in zijn verzorgingsflat aan de Rotterdamse Carnissendreef. Een kleine anekdote omtrent Wilhelmus Erwig, geboren 8-8-1936. Meneer van beroep ambtenaar van de gemeente Rotterdam. Hij hield van wielrennen, maar dan met name bij het kijken van de wielrenners. Hoe kan het dat het nooit is geschied, dat je eigenlijk er nooit toe bent gekomen om iemand de hand te vragen, te trouwen? Ja, ik wilde het wel eerder. Ze had het wel eerder gevraagd, maar... omdat ik, De wielersport ging voor? Ja, de wielersport ging voor, zo te zeggen. Wilhelmus Hendrikus Erwig, neem jij tot je wettelijke echtgenoot Manon Broekman en zal jij de plichten vervullen die de wet aan jou toebetrouwt? Wat is er op uw antwoord? Ja. En dan rust mij nog 1 vraag te stellen. U mag de bruid kussen. En na deze uitzending van Rijnmond Nieuws, straks FC Rijnmond, Frank Vijg. Jullie staan uiteraard stil bij het overlijden van Theo Bos. Ja, trieste zaak natuurlijk. We zijn naar de Kromme Dijk gegaan in Dordt, waar de verslagenheid groot was. En verder, ja, er wordt natuurlijk wel gewoon gespeeld, Suzanne. Dus blikken we vooruit op NEC tegen Feyenoord. En we hebben heel veel Sparta. En dat doen we samen met Jan-Dirk Stouten en met Pierre van Hooijdonk. Oké, dankjewel Frank. We gaan kijken. En tot zover deze uitzending van Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Ik wens u nog een fijne dag verder en een goed weekend.